Waarom heb je het niet eerder verteld? Waarom moet ik erachter komen op het moment dat jij op een feest van papa hier in een kamer vol met mensen ineens met een jongen staat te zoenen? Ja, dat was niet zo handig aangepakt. Nee. Ik had het pa voor het feest verteld. Die reageerde nauwelijks. Die wilde het pas na het feest erover hebben. En opeens voelde het gewoon zo onzinnig om daar te zijn met Lucas en te doen alsof er niks aan de hand is. Alsof ik mezelf voor gek hield. En natuurlijk wilde ik het je eerder vertellen. Maar het kwam er gewoon niet van. Ja, misschien had het dan ook wel niet uitgemaakt. Misschien had ik het wel geprobeerd het uit je hoofd te praten. Waarom? Ja, Ed, waarom? Ik weet het niet. Voor mij ben jij gewoon iemand die, zoals ik. Nou, ik moet eraan wennen, ja. Maar ik doe mijn best. Er is eigenlijk ook wel een voordeel. Ik bedoel, het is in het verleden wel eens een keertje gebeurd dat jij een meisje van mij afpakte. Dat zou nou niet meer gebeuren. Nee, daar heb je dan weer mazzel mee.